Misschien wel de meest historische Heerenveen Ajax zoent het betellen voetbal is die van oktober 2009. Heerenveen is oppermachtig en wint maar wel eerst 5-1. Een briljante Van der Vaart scoort toch wel de 1-0 en had zelfs de 2-0 op de slof. Maar daarna is het gallery play van Heerenveen. Gerard de Nooijer scoort 2 keer. Harkemaze boys, let op. Een geweldige actie van Albeck prikt ik Romano Denneboom erin in. Maar de man van de wedstrijd is de Zweed, Marcus Albeck. Heerenveen wint maar 5-1 en vooral de fjouwerien van Albeck onnemen tussen Traeman in en inzitten is een beauty. In 2004 werd zo'n memorabele wedstrijd. Maar uit dat doelpunten van de Finn Mika Feirinen. Maar vooral die andere 2 goals binnen schitterend. Zoals deze van oud Ajax ziet Richard Knopper. En waar kende ze D nog? Jesper Hakelsen op een uitraap van Boy Waterman brengt op een geweldige wijze de ijsdagen op 4-1. 30 december 2004 is extra een historische wedstrijd. De sneeuwwedstrijd en de laatste wedstrijd van Klaas-Jan Huntelaar. Heerenveen speelt het Ajax van Wesley Sneijder Hiendol van de Motte. Door goals van Giorgio Samaras en Klaas-Jan Huntelaar komt Heerenveen verrest op 2-0. De Noor André Hansen en weer Giorgio Samaras brengen de stand op 4-0. Ajax scoort nog wat keer, maar Heerenveen wint maar 4-2. 2 maanden later speelt Huntelaar bij Ajax, scoort hij de 2e goal en wint zijn Ajax in de beker met 3-0. 29 maart 2008 wordt de wedstrijd van Soleimani. Allereerst, dat mag het worden, maar alles zit in. Soleimani rekt 3 keer de pil, 1 keer de latte en krijgt kaas op kaas. Soleimani scoort een goal, maar Ajax wint maar 4-2. De laatste overwinning van Heerenveen is van oktober 2008. Het is weer zo'n geweldige wedstrijd, maar goals van Simon, Pranjic en deze knal van Roy Berends. Komende waasje, Heerenveen Ajax. Bij Weenstakomage komt Heerenveen op maar 1 punt van koprinder Ajax. Maar zelfs is de volslijnde wedstrijd wijze te doen live te volgen. Vanaf Jelben Jongeren via Omroep Friesland Radio. Of via de livestream op uw Omroep Friesland app.